Wij zijn hier vandaag in het jurycentrum. Eddy Max, omdat we de laureaten van de trofee Engie Talent van het jaar komen verrassen. Op training. Goedemorgen, beste kampioenen paracyclisten. Mijn naam is Thierry Sageman en ik ben de CEO van Engie in België. En ik ben hier trouwens niet alleen, ik verkeer in goed gezelschap. Beste Milan en Jonas, jullie zijn de verdiende winnaars van de Engie Talent van het Jaar Trofee 2021. Proficiat. Dank u wel. Veel succes. Bedankt. En ook voor Jonas. Dat is wel iets speciaals eigenlijk. Als je mij dat vorig jaar had gezegd, had ik je zot verklaard. Ils ont une conviction, une confiance en soi et un sérieux extraordinaire. En we reiken die trofee uit met heel veel plezier en hij vertegenwoordigt ook twee belangrijke symbolische waarden van Engie en van de Engie Stichting. Een inclusieve samenleving en de jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. En wij vinden het dus heel belangrijk dat we de jongeren stimuleren, ondersteunen, aanmoedigen. C'est un partenariat à long terme qui nous suit depuis près de 20 ans. Engie, en créant le Talent of the Year, a aidé à la promotion et à l'envie pour les jeunes de gagner ce trophée et de performer pour l'avoir.